Afgelopen vrijdag 5 juli was de officiële opening van de pumptrackbaan in de polderwijk van Zeewolde. De baan werd al ongeveer een maand intensief gebruikt, maar pas op 5 juli was de officiële opening. In het bijzijn van enkele wethouders en andere betrokkenen werd een korte speech gegeven en na een speciaal dansoptreden kon de baan officieel in gebruik worden genomen door de ongeduldig wachtende jeugd. Hebben wij een kleinigheidje geregeld voor jullie. Het is een symbolisch cadeautje eigenlijk. En dat iemand weg moet, komt zo naar toe. Maar die haalt hij even op, hij gaat nu heel hard rennen nu. Pak het uit. De onderkant. Goed gedaan hoor. Oké dan. Nou jongens en meisjes, dat was de opening. Veel succes, veel plezier, lekker opgaan.